Hallo kijkers, tof kijken naar deze nieuwe video. Vandaag doen we weer verder met de Genk carrière mode. We beginnen met een wedstrijd tegen Anderlecht. Anderlecht zijn nu eerstes, dus ik moet wel van hun winnen. Want ja, ik heb liever dat wij eerste staan zetten. Ah, jammer. Oh nee, Vlap is erdoor. No, 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 no. Oeh. Hoekschop voor Anderlecht. Nu dan. Ah, jammer. Desus, nu. Ah, jammer. Nu dan misschien. Ah. Oh nee, geen goal voor Anderlecht. Anders zou het pas heel erg zijn. Hoe keeper heeft gelukkig. We krijgen nog een hoekschop. En ik ben niet zo goed met hoekschoppen. Maar we gaan toch proberen te scoren. En het is gedaan. Oké, nu de Champions League tegen Manchester City. Vorige keer hadden we gewonnen tegen Manchester City, dat weet ik nog. En dat was thuis, maar nu moeten we ook uitspelen. En Manchester City wil nu waarschijnlijk ook wraak nemen op ons. Dus dat maakt het weer extra moeilijk. Er was ook een reactie met iemand die vroeg dat ik misschien de bruine kan kopen. En ja, ik ben zeker van plan om de bruine te kopen. Alleen, ja, het zal nog niet voor dit seizoen zijn. Misschien volgend seizoen. We hebben eerst gewoon wat meer budget nodig. Oh, ik hoop dat het geen problemen gaat geven met de truitjes. Ja, valt nog te doen. Gelukkig ja, hebben we zijn witte broek en mijn blauwe broek. Dan is het toch weer wat beter verschil. Oh nee, ze zijn nu al vroeg bij de goal. En ze scoren nu al gewoon. Wat? 2-0 al. Dit is niet goed. Dit is absoluut niet goed. Ito. Ja, nu misschien Ito. Nog voor het eerredder. En hij scoort. Oh, 2-1 is toch al iets beter dan 2-0. Oppassen. Nee, 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 nee. Oh, deze keer verdedig ik hem een keer goed. We gaan rusten. Oh nee. Aguero. Oeh, Aguero scoort niet. No. Oeh, ging maar net goed. 2-1 verlies tegen Manchester City. Niet heel erg dramatisch. Waarschijnlijk gaan we dan toch niet door in de Champions League. Maar ja, ik vind het doorgaan in Europa League vind ik goed genoeg voor mij. Dan kan ik hem. Kan ik nog misschien ja, de finale halen in de Europa League? Want in de Champions League zie ik toch ons team toch niet heel ver komen. Dus daar wedstrijd. Snel simuleren. Oei, kunnen spelen gelijk. Ik ga hier tot hier simuleren. Het zijn toch tussendoor wat vriendschappelijke wedstrijden met de Rode Duivels. Oeh, uit tegen Gent. Die is ook een lastige. Dat is ook een lastige wedstrijd. Gent begint. Van Aken. Pasen. Nu dan. Eindelijk een goal. Onze keeper heeft ons eigenlijk al veel gered. Nee. En ja, tot zover alle reddingen. Oeh. Oeh, we zijn er nog. We hebben er nog. Ah, jammer. Van Aken. Nu dan. Van Aken scoort. Mooi gedaan. Oh, Ito. Ik doe ook nog langs. En 3-1.
Hattrick misschien met Jessers. Ja, het is toch iemand anders die scoort. Ondergrondaan. Jessers. Nu misschien. Zouden we moeten aanzien komen. Oké, de volgende wedstrijd is tegen Dortmund, maar dat gaat voor de volgende video zijn. Ik wil bedanken om te kijken naar deze video. En dan zie ik u weer terug bij de volgende video dus. Doei doei!